Fight News, vandaag bij Kickboxing Fearless in Wassenaar met lichtgewicht Mohamed Fatih, 20 jaar uit Nederland en representing Marokko. Ja. Mo, je komt hier voor een extra training bij Dave Davis van Kickboxing Fearless in Wassenaar. Maar je primaire sportschool is de Atlas Sportschool in Leiden. Ja, dat klopt. Elke zondag spar ik hier bij het Kickboxing Fearless. Maar mijn primaire sportschool is Team Atlas in Leiden. Oké, en wie zijn je trainers daar? Mijn trainers, dat is Pablo, Martens Smit en Ivan Sprang. Oké, en wie zijn je trainingmaten daar? Ik heb heel veel opkomende trainingmaatjes, zoals Jesser en Omran Niazi, Jesser El Amrani, Luc is ook opkomend. Er zijn heel veel opkomende toppers. Ik woonde eerst in Leiderdorp, dat is een dorpje naast Leiden. En toen ik 11 of 12 was, ben ik verhuisd naar Leiden. Dus je zit daar vanaf je... Vanaf mijn 12e, 13e zit ik al bij Team Atlas inderdaad. Zo lang al, hè? Dat is bijna 10 jaar dan. Mm-hmm. Even kijken, en hoe lang kom je hier trainen bij Dave? Bij Dave train ik nu elke zondag, sparren we hier. Rond een jaartje, twee jaartje zo ongeveer. Oké, okay, want je staat hier nog niet onder management, hè? Nee, ik ben nog niet onder de management van Dave. Maar heeft deze partij, aankomende partij bij Colosseum, heeft hij ja, voor jou? Ja, dat klopt. Ik was aan het trainen, ik kwam thuis en toen kreeg ik een belletje van Dave dat deze mogelijkheid er was. En toen dachten we gewoon gelijk pakken. Oké. Okay. Yes, ik ben begonnen met vechtsport. Ik deed Kyokushin Karate eerst. Naarmate ik ouder werd, ben ik daarmee gestopt. En ben ik de overstap gaan maken naar het kickboksen. Ik studeer ook nog, ik doe HBO. Ik zit nu in mijn derde jaar social work. Ik werk als ambulante hulpverlener in de jeugdzorg. En voor de rest train ik heel veel. Ik hou van het sport. Je bent druk, hè? Ja. Zo, goed zo. En wat is jouw vechtstijl? Mijn vechtstijl? Ik heb een hele scherpe oog, vind ik zelf. Ik kan heel makkelijk aanpassen in de ring. Ik ben erg explosief en ben heel goed in trappen, al zeg ik het zelf. Ja? Ja? Ja. Oké. Okay. Dus daar moet dus oppassen voor jou. Ja, zeker. Even kijken, nou, ik zei het al, je bent jong, hè, 20. Wat zijn je ambities in het kickboksen? Waar wil je heen? Sinds kleins af aan wou ik de beste worden in mijn gewichtsklasse. En niet alleen de kampioen, maar echt een van de beste die ooit op mijn gewichtsklasse heeft gevochten. Dus dat is mijn ambitie en mijn doel. Oké, okay. Nog een specifieke organisatie waar je nog zou willen vechten? Nee, voor mij alles is mogelijk. Nee, dit wordt mijn eerste A-partij. Dit wordt je eerste A-partij, ja. Oké. Okay. Gelijk al in Engeland, hè? Ja, leuk. Dat klopt. Even kijken, nou ja, we kennen je vooral natuurlijk van Infusion. Met 2 overwinningen, 1 verlies. Je laatste gevecht won daar van Wiebe van der Ploeg. Ja, die partij ging erg goed. Alles kwam uit. Ik kon alles zien. Dus toen ik die partij won, ik had ook niet echt blessures na mijn partij. Weet je, ik kon alles overnemen. Ik nam het initiatief. Dus die partij ging erg goed. Oké, okay, nou ja, je aankomende partij wordt je debuut op het Colosseum Tournament 45 in Londen op 30 november. En je staat tegen Abdelali El-Hessiani van Multi Fight Club Antwerpen, de sportschool van Harout Grigorian. Mm-hmm. Jullie hebben trouwens allebei deze partij aangenomen op 2 weken van tevoren, hè? Ja, dat klopt. Kort, ik denk minder nog dan 2 weken. Ja, anderhalf weken zelf. Maar ik vroeg het je net al, was je al in training? Ja, zeker. Ik was al in voorbereiding voor een partij, maar die partij is niet doorgegaan vanwege mijn tegenstander. En toen kwam dit op mijn pad. Ik ben al fit, dus ik dacht, laten Welke we gaan. Welke partij was dat? Dat was een partij voor op Infusion. Oké. Okay. Okay. Nou ja, gelukkig was je al in training, dus je kon gelijk door. Hè? Mm-hmm. Dus je bent fit voor aanstaande zaterdag. Ja, zeker. Dat is het belangrijkste. Hè? En wat weet je over je tegenstander? Ik weet dat hij een toernooi heeft gewonnen op Infusion. Voor de rest weet ik eerlijk gezegd niet zoveel over hem. Het is een Marokkaan uit België. Verder, ik doe niet echt de onderzoek. Mijn trainers doen de onderzoek. Ik zelf focus gewoon op mezelf, op mijn eigen stijl en op mijn training. En wat komt, dat komt. Ja, jullie zijn natuurlijk allebei vrij nieuw, hè?
Hij heeft net inderdaad pas de eerste A-partij gewoon op KO. Voor de rest kon ik ook niet veel over hem vinden, omdat jullie natuurlijk nieuw zijn. Even kijken, hoe kunnen we jou vinden op social media? Want ik kon jou ook niet vinden op Facebook. Nee, op Facebook heet ik gewoon Mohamed Fatih, maar heten natuurlijk veel mensen Mohamed. Ik ben voornamelijk actief op Instagram. Mofatih.laagstreepje, volg me op Instagram. Oké. En hoe kunnen wij dit evenement live bekijken? Nou, op alle grote socials kunnen jullie deze evenement live bekijken. Dus denk aan Instagram, Facebook, YouTube en op heel veel buitenlandse televisiekanalen is dit ook live te zien. Nou, het is een evenement van topklasse. Het wordt een hele groot evenement. Heel veel VIP-gasten zijn aanwezig. Sammy Schild is aanwezig. Er zijn niet alleen kickboxpartijen, maar ook fashion shows. En niet vergeten, mijn partij is daar. Dus daarom moeten jullie kijken. Had je nog een boodschap voor je tegenstander? Nee, eerlijk gezegd. Ik doe mijn ding, dus ik hoop ook dat jij je ding doet. En dan gaan we knallen volgende week zaterdag. Succes, hè? Dankjewel. Hoes.